Klanten van de bank Optima kunnen voorlopig niet langer aan hun geld. De Nationale Bank van België heeft beslist om alle rekeningen van de financiële instelling te laten blokkeren. Om een run on the bank te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd zijn geld terug wil. Gisteren al trok de Nationale Bank de banklicentie van Optima in. Er is sprake van fraude. De Gentse Optima Bank start in 1991 als een vennootschap onder de naam FMG Actiebureau. In 1994 verandert het zijn naam in Optima. Door de overname van Ethias Bank in 2011 krijgt Optima een bankstatuut, maar in 2014 beslist Optima dat het zijn bankactiviteiten wil afbouwen. Zover komt het niet. Optima levert zijn bankvergunning nooit in. Wanneer de Nationale Bank tijdens een onderzoek op verschillende onregelmatigheden stuit, laat het de banklicentie van Optima intrekken. Vandaag zijn er mensen van het garantiefonds ter plaatse geweest bij Optima om gegevens op te vragen en het zou maximaal over 8.000 tot 10.000 spaarrekeningen gaan. Om te vermijden dat er massaal geld wordt afgehaald, laat de Nationale Bank de rekeningen van Optima-klanten blokkeren. Door de moeilijkheden bij Optima bestaat de kans dat de bank failliet verklaard zal worden. In dat geval kunnen gedupeerde spaarders terecht bij het garantiefonds. De regeling is namelijk zo dat wie een spaarrekening heeft bij die bewuste bank, dat er een tussenkomst is van het, of kan zijn van het garantiefonds tot een plafond van 100.000 euro. Wat daarboven is, wordt niet gedekt door het garantiefonds. Optima-spaarders die met vragen zitten, kunnen terecht op de website van het garantiefonds.